In samenwerking met Incubate zijn we deze week op zoek gegaan naar ideeën om Tilburg te verbeteren. Na een korte briefing zijn we gaan brainstormen en al snel bleek Tilburg geassocieerd te worden met grijs en saai. Na wat onderzoek kwamen we terecht bij het Textielmuseum. Tilburg staat natuurlijk bekend om haar verleden in de textielindustrie. Een van de medewerkers wist ons daar iets over te vertellen. Hoe belangrijk was de textiel en het wol voor Tilburg als stad? Als stad was het de grootste werkgever van Tilburg. Of eigenlijk, ja, de grootste werkgever, de wolindustrie. Okay. En hoe is het nu dan met de Tilburgse, met de textielindustrie? Helemaal weg. Helemaal weg? Helemaal. Alleen dit soort concepten? Ja. Hier in Tilburg heb je alleen nog een breierij. Ja. Die maken voornamelijk gebreide stoffen en die gaan allemaal naar het buitenland. Ja. Zou je dat meer terug willen zien? Ikzelf? Ja. Tuurlijk. Ja. Want ik ben met mijn 14 jaar begonnen in de textiel, dus... Vindt u dat, dat het hier eigenlijk bekend genoeg is, dat het eigenlijk zo'n impact heeft gehad op de industrie van Tilburg? Dus dat het genoeg naar voren komt, dat mensen dat hier weten? Of denkt u dat het wel leuk zou zijn om het iets meer weer naamsbekendheid te geven, zeg maar? Dat zou heel leuk zijn natuurlijk, absoluut. Ja. Na ons bezoek aan het Textielmuseum wisten we dat we iets met textiel wouden gaan doen. Maar eerst zijn we de straat op gegaan om de meningen van de Tilburgers te peilen. Ik woon er al mijn hele leven, maar ik vind het niet echt een hele mooie stad. Nee. Saai. Ik vind het een beetje armoedig eigenlijk. Oké. Wat vinden jullie van het uiterlijk van Tilburg? Saai. Het is niet echt een uiterlijk net als Breda, zeg maar. Het uiterlijk van Tilburg. Het uiterlijk van Tilburg. Ja. Ja, wat moeten we daar nou van vinden? Saai. Net zoals dit ziet er natuurlijk niet uit. Ja, ja. Dat. Oké, nou bedankt voor je tijd in ieder geval. Dankjewel. Uiterlijk van Tilburg. Nou, het is erg grijs allemaal. We gaan een inschakeling van dorpen waarbij nooit mooi oud stedelijkheid zich aan ons... geopenbaard heeft, om het zo maar even te zeggen. Het is geen gezellige stad. Nee, ik vind het los gezellig. Ik weet dat het een textielstad is, omdat er een textielmuseum is. En dat het best wel een arbeiderstad is, volgens mij, vroeger. Gezellig, hè? Kan gezellig, ja. Standbeelden. Ik zou niet weten waar er standbeelden staan in Tilburg, eigenlijk. Ze vallen totaal niet op. Dus ik weet eigenlijk ook niet of ik ze mooi vind of niet. Ook wel standbeelden, maar volgens mij weten heel veel mensen het verhaal niet. Niet eens op. Nee, precies. Ze vallen niet op, hè? Nee. Sowieso, ja, hele lelijke gebouwen. Tilburg staat niet echt bekend om de schoonheid van de stad. En dat is wel jammer, want daarom trekt ze denk ik ook minder mensen aan. Oké, ja. Lijkt je gezellig nog hier. Ja, precies. Ja. Na dit stukje field research kwamen we op het idee om de standbeelden in Tilburg meer op te laten vallen. Dit door middel van textiel, met daarop afgebeeld verschillende tweets over Incubate. Het leuke hieraan is dat je de mensen nog eens wijst op de historie aan de hand van de standbeelden in het textiel en er een moderne draai aan geeft aan de hand van de hashtag. Zie hier het resultaat. Back.